binnenbak staan. En in de binnenbak worden vooral lessen gegeven en af en toe proefjes. In dit gedeelte van de binnenbak wordt logeren gedaan met paarden en wordt onder andere ook ingereden. Dit is het grote gedeelte van de binnenbak. En in de binnenbak wordt lesgegeven zowel op zaterdag als op door de weekse dagen. Dit is de springbak. Hier worden springwedstrijden gegeven en kunnen mensen die een eigen paard hebben, kunnen hier rijden. Met name de springwedstrijden en worden de beginnerslessen gegeven voor de kinderen. Ik heb weer pauze! Dit is de kantine. Hier kunnen mensen als paardrijder iets drinken of iets eten. En als de wedstrijden zijn geweest, worden je ook de prijs uit de rekening gehouden. Het is heel gezellig in deze kantine. Er zijn heel veel mensen die dan hun eigen kinderen steunen en dat luisteren als een prijsje binnengaan. En hier kun je naar binnen om je aan te melden. Loop maar mee. Nou, dit is het beginhal en vanaf hier kun je of naar de kantine en de binnenbak. En via die deur kun je ook nog naar de binnenbak of richting de stallen. Als je op een manege gaat rijden zijn de volgende dingen belangrijk om op te letten. Ten eerste moet je goed letten op het veiligheidscertificaat. Dat ziet er zo uit. Daarnaast is het heel erg belangrijk om erop te letten of je op een FNRS manege rijdt. En hoe meer sterren een FNRS manege heeft, hoe beter die opgeleid is om veilig paard te kunnen rijden. En wordt er gelet op de veiligheid en op het rijden met paarden. Hi, welkom op de stal van Stalboendaal. Hier staan alle manegepaarden die bereden worden in de lesstof en goed uiteraard. Loop maar mee. Dan zullen we afvragen waarom de stal erin zit. Dat is een teken waarom we het vandaag in het eigenlijk al geëigend maar nu nog niet zetten. Dat is vaak niet zo. En als je meekijkt bij het eerste, nu staat de stal wel
Ik heb nog nooit op hem gereden, maar binnenkort ik en Michelle achter de camera gaan hier lessen. Kom maar mee, we lessen in de paard. Dus als je een ei kan het zijn dat hij in je shirt blijft of in je broek of whatever, hoe je het maar wil noemen. Hoi, welkom op de stallen. Ik ga je even een leuk trucje laten zien wat Indigo heel goed kan. Indigo, kom eens. Indigo. Gaat geen zin in. Indigo. Wat vind jij goed? Hij heeft geen zin in, nou zeg. Inco. Ja. Dit is de andere kant van de stallen. En gelijk een goed voorbeeld wat je nooit moet doen. Laat nooit zo'n beugel van je zadel uitsteken. Want als een paard je tegenaan trapt, kan die voor of voor je op. Zet hem altijd zo terug naar de muur. Rine staat in chill modus. Pinkie wordt vaak gebruikt voor echte kidslessen. En je kan ook echt zien als het een kidspaard is, dat het er ook bij staat. Bij het logo van de manege staat dan bij, onder staat dan kids. En dat is een teken dat Pinkie alleen voor de beginnerslessen wordt gebruikt. En voor de kinderlessen. Molly is een paard. En wordt gebruikt inderdaad voor de lessen voor iets ervarenere ruiters. Want de kidspaarden zijn echt bedoeld voor kinderen, zodat ze veel gewend zijn. En een normale paarden staan geen kids bij. En dat houdt dus in dat ze wat meer minder gewend zijn, waardoor er wat meer op te zetten. Wat wel erg handig is als tip, berg je spullen altijd goed op en doe er een slot aan. Elke manege heeft natuurlijk ook een versje rondstalling. Dat houdt in dat hier mensen hun paard neerzetten om hun paarden zeg maar een onderdak te geven en gewoon een plekje aan te bieden waar de paarden kunnen staan, waar ze gewoon bij kunnen. Als met een paard willen rijden, waar ze gewoon zelf eigenlijk heen kunnen. Dus kom maar mee.
ja, dit is ook leuk om te weten. Dit kleine paardje. Ik weet niet hoe die heet. Maar dit kleine paardje hadden we laatst al bij het gezien. Dat dit paardje clubkampioen is geworden in Utrecht in 2015. En met wat voor een deel weet je niet. En dat vond ik wel heel vet om te zien. Voor zo'n klein paardje? Ja, en we hebben ook het paardje zien springen. Hier op Stalkoenendaal zelf. En het paardje van springen. Dit is de koetsplaats. En wat altijd wel heel erg handig is om te weten, is dat je paard altijd vast moet zetten aan kettingen. En deze kettingen, daar zit rubber aan om te voorkomen dat, dat je paard weer wil laten stoten. En hier kun je paard wassen voor bijvoorbeeld wedstrijden, klaarmaken voor wedstrijden. Dit is de kennel. Hier worden paarden neergezet die niet in de stal staan en die niet in de weiland kunnen staan bij andere paarden. In de paddock wordt neus kunnen halen. Dat vind ik natuurlijk heel fijn. Natuurlijk het elke beetje met kaalvoer en stro. Kaalvoer is eigenlijk een soort van het gewassen van paarden dat je kan eten. Vooral vers. Om lekker op een vers eten te hebben. Elk paard heeft ook zijn eigen veel aan kaalvoer als dat het mag hebben. En als jullie bij Michelle voorzien. En dat is voor de stallen voor de paarden, dat de paarden met de markt kunnen leven. En staan dan is dat natuurlijk 5% van de straks. En wat is dat voor een flesje en voor de paarden? Nou, dit is kelgras. Dat is heel dun en heel erg stoffig, moet ik zo zeggen. En fijn, inderdaad. En dit is stro en dat is ook een stuk harder voor paard. En paarden eten soms wel stro, maar het is natuurlijk binnen de kelgras. Dat is gewoon lekkerder en zit er smaak in. Je zit op onder. En dat is ook een struggle. Want als je bijvoorbeeld in een stroombaal zit, ook in een hooibaal, dan kan je daar ook in de onder zitten. Maar daar is het niet. Gaan we er eens staan nog even? Ja, dat is prima. Hey. Ik hoop dat je erop kunt trouwens. Oké. Staan we er nu? I have staan. Oké. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan hieronder op de rode button. En doe even dat blauwe duimpje omhoog. We hopen dat jullie deze video leuk vonden over onze rondlijn op Stalkoenendaal. En we zien jullie weer de volgende keer. Doei! Een stukje naar achteren. Ja. Oké. We doen ook nog een actie bij Stalkoenendaal. Oké, ready? 1. Welkom bij Stalkoenendaal. Oh, bijna. Oké, dat is op Stalkoenendaal. Ja, oké. 3, 2, 1. Welkom op Stalkoenendaal. Die is leuk. Ja, hij is. Ja. Gaan we er eens staan nog even? Ja, dat is prima. Ik hoop dat je het nog steeds kan. Oké. Staan we er nu? Welkom in de wedstrijdbak. In deze wedstrijdbak worden KNRA. Welkom in de wedstrijdbak. In deze wedstrijdbak worden KNRS-wedstrijden gereden en FNRS-wedstrijden. Soms worden hier ook proefjes gedaan door manege mensen die hier rijden om zo een niveau hoger te komen. Maar in de meeste gevallen zijn het KNRS.